come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone, it's here that starts the fun. Come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone, a new video every week. Hey, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magical Rides. Ja, we zijn hier vandaag in Hilversum en we zijn hier op een heel bijzondere plek. We zijn hier bij het Media Beeld en Geluid Museum. Dus hier kan je echt van alles vinden, van tv en zo. En je kan hier ook een olifant vinden. Kijk hier eens. Hier is de olifant. Het is misschien Ferdinand de olifant van Samson en Gert. Of hier iets van Samson en Gert te vinden is, ik heb geen idee. Ik hoop het wel. Want natuurlijk zijn Samson en Gert ook super belangrijk voor de Nederlandse tv. Nog voordat je het museum binnen gaat, zie je echt ontelbaar leuke dingen. Kei mooi. Ik vind het echt enorm spannend. Echt waar, dat is niet normaal. Ik heb hier al zo vaak van gelezen, al zo vaak van gehoord en nu ben ik hier. De eerste keer eigenlijk vrij onverwacht, want ik wist het deze morgen eigenlijk nog niet dat ik hier zo kom, dus cool. Zo, al direct een welkom tegen de muur, al bekende mensen, wel voornamelijk Nederlandse mensen, maar dat maakt echt niet uit, we kennen ook heel veel Nederlandse mensen natuurlijk. Ongelooflijk, we hebben net op een app van alles moeten invullen. En nu staat mijn naam hier op deze dingen. Ongelooflijk. En vroeg trouwens, zit je in de rolstoel, Bert? Ja, ik zit in de rolstoel. En hoe weet jij dat ik hierin zit? Dat is echt heel bizar. Maar ik vind het wel grappig. Media is iets bijzonders. Dat zie je wel in dit begin van de expo. Dat is echt heel bijzonder. Dit had ik niet verwacht. We moeten nu de QR-code scannen. Nu, oh, wauw. Oké, cool. Maak hier je. Yes, gezichtsherkenning staat aan. Prima zo. Ik denk dat we hier kunnen klikken. Fantastisch. Heel veel plezier. Aanraden, beleef het museum met je groep. Door een groepsfoto te maken achter in de ruimte. Oké, wij zijn compleet. Ja, druk op die grote knop, ja, hallo. Prima zo. Oké, dan. Ja, we zijn officieel de Samson fans, hè. Je ziet het, hè. Keileuk. Proberen. En even voor mijn beeld. Wie is er echt net binnengekomen? Check, dan heb ik een beetje globale beeld van waar we gaan starten. Als het goed is, ik zie ook al daar een mobieltje, zijn jullie beneden gestart bij de tune-in. En hebben jullie een profiel aangemaakt en een mooie foto geschoten. Voor de jeugd, was dat leuk om op de foto te gaan? Ja, en daarachter, vond jij het makkelijk op de foto? Goede foto van jezelf geschoten? En voor de volwassenen was het lekker ongemakkelijk? Ja, een beetje wel, hè? Ja, wij van voor het internet, we doen ons best maar het is vaak niet best. Toen je boven kwam, heb je jezelf nog groter daar gezien in de foto, met de naam erbij. Ja, nou, dan weet ik zeker dat dat deel goed is gegaan. En dan zijn jullie opgenomen in onze mediareactor. En als je omhoog kijkt, zie je dat de mediareactor meeloopt over de etages naar boven. En daar gaan jullie vandaag ook in tevoorschijn komen. Want wij zijn vernieuwd als mediamuseum. En het vorige museum draaide meer om bekende Nederlanders. Maar omdat we dat tegenwoordig allemaal zelf zijn, we hebben allemaal social media, we hebben allemaal volgers, dachten wij, we gaan het geheel omdraaien. En jullie zijn onze bekende Nederlanders binnen. Nou zijn we onder andere het instituut van geluid. Dus we hebben wat tunes uit het heden en het verleden naar boven getakeld. Om te testen, hebben die makers het nou goed gedaan? En gaan jullie inderdaad vrij snel aan en weten jullie waar iets van is? Ik zie dat er wat meer jeugd is aangesloten. Van harte hartelijk welkom. Leuk dat jullie erbij zijn. Voor jullie even de vraag, want we gaan antwoorden raden. Zijn we vandaag op school? Nee. Nee, gelukkig niet zeg. Namelijk, als je hier het antwoord weet, hoef je hier niet je vinger
vinger in de lucht te steken. Kan je je arm kan je gewoon in je laadje laten liggen. Hier mag je gewoon roepen. Dus deze kant op roeptoeteren, zowel volwassenen als kinderen, als je het antwoord weet. Gaan wij naar de allereerste. En omdat we met meer grote mensen, ik zou het niet oude mensen noemen, grote mensen zijn, starten we even voor de grote mensen. Fabeltjeskrant. En we zijn er al hoor. De Fabeltjeskrant. Hallo meneer de L. Wie heeft dit vroeger in zijn pyjama voor het internet mogen bekijken? Dat waren heerlijke tijden. Kent u meneer de L hier? Van harte welkom. Ja, gelukkig. Meneer de L is natuurlijk een icoon van de Nederlandse televisie. Meneer de L woont hier ook. We zijn hier in het museum. Maar beneden, als je binnenkomt, kun je 16 meter de diepte inkijken. En daar, onder andere, woont meneer de L. Die heeft een kamer bij ons gehuurd. Die woont daar met alle figuren uit het bos. Carbonkel woont er. Bulletje, kennen jullie Bulletje? Die woont daar ook. Er wonen heel veel figuren. Maar we hebben daar ook allemaal oude televisies en radio's. Allemaal prachtige spullen liggen. Is los van het museum, maar kun je vandaag ook naartoe. Mocht je denken, nou het museum, hebben jullie nog meer? Loop even naar de balie, want dan kun je ook de gouden gangen in van beeld en geluid. Dat is een rondleiding die je wel los betaalt, maar is betaalbaar en kan een leuke toevoeging zijn. Goed, we hebben dus deze gehad, maar ik had even een vraag. Meneer de L, u zegt ik ken hem. We noemen hem allemaal meneer de L, maar hij heeft een voornaam. Weet iemand de voornaam van meneer de L? Niemand wist het, wij wisten het ook niet, maar we zijn er onlangs achter gekomen. Hij werd onlangs 55 jaar, stond hij hier op de vloer en er hing een voornaam op. Hij heet Jacob. Jacob de L. En als je denkt, verzinnen jullie dat nou? Nee, ga maar eens het internet op, doe maar research. Kom je via Google uit op Wikipedia. Daar staat het inderdaad op en we weten allemaal als iets op Wikipedia staat, dan is het waar. Dus we nemen het gewoon aan. Als je hem in het bos tegenkomt, zeg gewoon lekker Jacob. Goed, gaan we even naar het archief. Het bekendste fluitje van Nederland. Als je het weet, mag je het roepen. Welke reclame? Ik heb hem al gehoord. De HEMA inderdaad. En wat is product nummer 1 van de HEMA? Of je worstlus. Gaan we door. Unox. Ja, zeker Unox. We gaan weer een beetje dat seizoen in, hè, dat we dat lekker gaan gebruiken. En Unox, heel grappig dat we die bijna allemaal kennen. En dat heeft te maken met de merchandise. Want waar zien we het merk Unox? Unox zien we terug met z'n allen op een dag. De nieuwjaarsduik inderdaad. Hè. Daar is dat bedacht. Die Unox-muts krijgt iedereen. Zodat als de mensen thuis voor de tv zitten, ze allemaal de hele tijd dat merk voorbij zien komen. En ze denken dan dat ze er niks van hebben. Maar om de een of andere verrassende reden hebben ze toch s'avonds allemaal Unox in een boodschappenmandje gegooid. En zo blijkt dus uit onderzoeken dat na de nieuwjaarsduik de Unox-verkoop super stijgt. Verdubbelt zelfs. Omdat we dus onbewust allemaal dat merk voorbij hebben zien komen. Zo denken we vaak, we hebben er niks van. Maar uit het mandje blijkt dan, oh ja, we zijn er toch weer ingestonken. McDonald's, ook zo'n logo waar we ons hele leven mee te maken hebben. Als je klein bent, zit je op de achterbank in die auto, zie je hem steeds en dan vraag je mogen we? En dan is dat nee, we hebben al eten. Nee, we gaan vandaag niet. Nee, nu niet. Dan word je een beetje ouder, hè? Dan heb je zelf je rijbewijs, zit je voorin achter het stuur. Dan komt er een fase dat je constant naar binnen scheurt omdat je mag. Je mag, je doet bestellen. Dan komt er een fase dat je ouder wordt en dat je gelezen hebt in kranten en gehoord hebt van artikelen. Dat je daar eigenlijk beter misschien soms niet heen kan gaan. En dan rij je er weer langs. Maar zo zie je de McDonald's en het logo is een constante factor in ons hele leven. Wat denk jij als je de gele M in de lucht ziet als eerste woord? McFlurry, inderdaad. En wat denk jij als je de gele M ziet? Zal ik hem vragen? Wat zie jij als je de gele M ziet in je hoofd? McRocket. De McRocket. En jij? Cadeautjes, cadeautjes, Happy Meal. En meneer? De Big Mac. De Big Mac. Nou, zo zie je, zo denken we allemaal wat anders. Ik denk, ik moet nu frietsaus. Ik ga helemaal goed op die frietsaus. Maar zo denken we dus eigenlijk allemaal wat anders bij een logo. En dat maakt niet uit als we uiteindelijk allemaal maar komen en iets kopen. Want daar gaat het natuurlijk om bij de McDonald's, niet bij beeld en geluid. Maar deze, het leukste journaal van Nederland is het Sinterklaasjournaal. Wie heeft vorig jaar alles gezien? Ja, duh. Wie gaat dit jaar alles kijken? Ja, duh. Hebben we er zin in? Ja. Ja, en ik hoorde laatst, wil je het er niet over hebben, alsjeblieft, zei iemand in de zaal, want het is nog lang niet zo ver. Maar vertel mij eens even eerlijk, lieve mensen. Wie heeft er al minstens een zak pepernoot achter zijn kiezen zitten inmiddels? Handje, een handje? Twee pepernootjes misschien?
Ja, zie je. Dus eigenlijk zijn we al wel begonnen, hè? En ik zag ook alweer reclame voor verlanglijstjes maken. Dus ouders, succes! Goed, dit is de studio van het Sinterklaasjournaal. Als we daar nu naar binnen zouden gaan, zou het, en we zetten het licht aan, zou het er dan nog zo gezellig uitzien zoals daar? Of heel anders? Zou het bijvoorbeeld zijn, kunnen zijn, dat het er nu zo uitziet? Dit is een andere studio. Maar dit is een greenscreen studio, zoals we de studio's op het Mediapark hebben. En dan zie je, nou, dit ziet er super gezellig uit, maar dat spelen ze ook maar, want ze zitten er dus gewoon in het groen bij. Zo, we hebben net een heel leuke show gehad, met allemaal quizvragen rond tv-programma's. Heel veel herkennen we niet, maar heel veel ook weer wel. Dus dat was wel echt heel tof. Ja, en vooral het stuk over het Sinterklaasjournaal, keileuk. Waar denk ik aan als ik McDonald's zie? Crispy bacon. Er is hier ook een kleine extra expo over Jos Collignon. Dat is deze man van ons thuis. En die heeft hier van alles gedaan. Ik zal het even laten zien. Je hebt hier ook tekeningen van hem. Je hebt een speller, een slijper. Je hebt een beeldje. Allemaal leuke tekeningen, waarschijnlijk zijn tekendoos. We hebben net trouwens ook deze sticker gehad. Kei leuk. En daarop kunnen we zelf een tekening maken als we willen. En ik heb natuurlijk Samson achtergelaten hier. Ik ga ook nog even Samson erop schrijven. Bij media horen natuurlijk ook collega's van mij. We hebben Gio en we hebben de Belingas. Merchandising van Magical Rides ligt hier natuurlijk niet, hè. Ja, dit is iets waar mijn papa heel vaak over praat. Radio Veronica, dat was dus een illegale radiozender op een boot. Met Ad Visser. Dat mochten ze allemaal niet. Maar volgens mij is het nu terug alles geweest en natuurlijk mag het nu wel. Hè. Maar vroeger mocht dat dus niet. Hè. En op die boot, in Lego dan, ik wist zelfs niet dat er een volledige Lego set was. Maar daar was het dus op te doen, hè, op die boot. Dat is echt wel super gaaf. Eigenlijk super interessant. Hier staat dus een LP. Er staan allemaal dingen op waarom dat een LP eigenlijk leuker is
dan bijvoorbeeld streamingen. En eigenlijk heb ik dat ook bij een DVD. Een DVD, ja, je moet gewoon kijken. Je kunt niet zomaar een nieuwe DVD opzetten, dat is gewoon zo. En dat zeggen ze ook, als je LP opzet, je zet je naald in de groef, je moet gewoon luisteren, want anders ga je problemen hebben. Dat is bij een DVD ook, je kan niet zomaar als, je kan het wel, maar het is minder makkelijk als bij een DVD. Het is tastbaar, je hebt iets in je handen, ja, dat is bij een DVD ook. Ja, soms zit er ook een probleem bij een DVD, dat is zo, gewoon zo. Het is een heel beleving om het uit de hoes te halen. De artwork, ja, het klopt gewoon zo. En dat is bij een DVD ook. Een LP is verdwenen, is teruggekomen. Een DVD is nu aan het verdwijnen. En misschien komt dat ook nog echt wel terug. Maar het is echt zo gek dat die twee ronde platen zoveel gelijkenis hebben. Ja, het is wel bijzonder raar en leuk om over na te denken. Ja, dit is een beetje meer mijn tijd. Dit zijn dingen die ik herken. Super Mario en zo. Oh, Guardians of the Galaxy. Dit is nog gewoon oud. Dit is voordat Disney er mee bezig was, denk ik. En dit is de Awesome Mix Volume 1. Super leuk. Wauw, cool. Nu, ik kwam hier met het doel om ook iets te vinden van Samsung. En ik heb min of meer iets gevonden. Want die Sony Radio, cassettespeler, die stond vroeger in de programmaboekjes van de kerstshows. Dus dat is iets dat ik echt herken. Super gaaf. En natuurlijk ook heel leuke cassettebandjes van onder meer Ernie en Bert, De Glazen Kat en Sprookjes. En ik zie ook de Lectorama reeks, dat was echt super leuk. Dat waren boeken, die kan je nu wel nog eens in een kringloopwinkel vinden. En daar stond natuurlijk een verhaal in, maar je had er ook een cassettebandje bij. En dan kon je eigenlijk luisteren en lezen tegelijkertijd. Maar je kon ook natuurlijk alleen luisteren of natuurlijk alleen lezen. Dus ja, echt leuk. En hier zijn we cd's. Hier ook allemaal collega's van mij. Ja, dat zijn de nieuwe helden van vandaag natuurlijk. Stuk TV en zo. Zelf heb ik liever de helden van vroeger. Echte tv dingen. Dat kan je hier ook beleven, maar dat zit helaas niet in ons ticket. Dus ja, een beetje jammer. Maar hey, dit is ook leuk, hè. Ik denk trouwens dat dit Calvijn is. Ik ken niet veel van de bekende YouTubers. Ik ben meer van de Petpark YouTubers, Disney YouTubers. Ja, Calvijn. Dus dat zijn degenen die ik ken natuurlijk. En natuurlijk de lieve Studio 100 YouTubers en de lieve Studio 100 fans. Die ken ik natuurlijk ook. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En voor de Disney fans natuurlijk en Disney YouTubers. Love you all. Zo, we gaan even een influencer dingetje spelen. Zien of ik een influencer ben. Wat kun je doen? Influencers en reclame. Volgende. Wat voor influencer wil je zijn? Goh, ik vind eten geweldig. Ik vind DIY geweldig. Goh, we gaan gewoon voor eten gaan. Dan ken ik het meeste van. Foodlovers en content creator. Een biologisch, lokaal en eerlijk samenwerking. Stuur een berichtje. Dit is je feed. Oké. Ik zie ijsjes, ik zie groenten, ik zie food, views, ik zie allemaal lekker in. Koffie. Kies een campagne. Welk product ga je verkopen? Kies een product dat echt bij jou en je publiek past. Hoe beter je campagne, hoe beter je scoort. Lokaal fruit. Ja, hoor je. Kies een strategie die het best bij je product was. Je kunt er hoge scoren mee vinden. Humor. Kies je achtergrondmuziek. Die is wel leuk, beetje achter. Ben je klaar voor opname? Aha, je moet er zelf echt eens gaan opnemen. En daar is de camera, daar. Oké. Goed.
Het lekkerste fruit vind je gewoon aan je deur. Je kan deze bord bestellen met echt vers fruit in. Doen hoor. Ja, nu ben ik dan toch nog een influencer geworden. Hè. Ik vond het wel leuk en grappig om ze te doen. Oké, dit vind ik echt grappig. Dit is de echte Lucky de Leeuw, als je benieuwd. Sommigen van jullie gaan hem niet kennen. Hij is wel terug hoor. Maar dit is dus echt een tv-figuur, ongelooflijk. Je kon hem vroeger ook in de Efteling vinden, in een carnavalfestival. Zat hij vroeger, ja, is echt wel, als je benieuwd. En hij staat hier dus in het echt, keileuk. Ik ben echt heel blij om die eens te zien. In het echt, wauw. In deze ruimte gaan we het nieuws even presenteren en we moeten daar even de QR-code scannen. Vanavond is het dan zover, de finale van het Eurovisie Songfestival. 26 landen doen mee. Ons land wordt vertegenwoordigd door de 21-jarige Shanice Blijt. Ze zingt voor een miljoenen publiek het nummer Together. Verwachtingen zijn hoog, maar kan ze ook winnen. Bij de concertzaal staat onze verslaggever. Gisteravond de laatste repetitie. Hoe ging dat? Ah, het ging fantastisch, hè. Maar ik denk dus wel dat België dit jaar toch wel gaat winnen. Die zijn echt wel heel erg goed bezig dit jaar. Hè. Veel beter als Nederland eigenlijk. En hoe wordt er over Shanice geschreven in de buitenlandse media? Ja, dat weet ik niet, hè. Ik lees geen buitenlandse media. Ik lees alleen binnenlandse media. Ja, hoe moet ik dat dus weten? Maar ik denk dat wel, best goed is het als wat ze over schrijven. Kan niet anders, hè? Belangrijkste vraag is natuurlijk altijd, wat heeft ze aan? Dat is niet geweten, maar we weten wel dat het allemaal van Shine komt. Ze hebben dat allemaal laten binnenkomen, dat ging keisnel. Ze heeft een mooie keuze kunnen maken met hulp van Marie Verhulst van Samson en Marie. Het gaat dit jaar dus echt om het nummer. Dankjewel voor je toelichting. Hoe Shanice scoort, wordt vanavond. Ja, hier wil ik even iets over zeggen. Dit heb ik vroeger op school gehad. Dit is de drukkunst. En dat werd vroeger door monniken en zo gedaan. En allemaal in een spiegelbeeld. En dan kon je eigenlijk alle nieuwsberichten in spiegelbeeld leggen. Want die letters werden dus letter per letter gelegd. Super gaaf. En zo werd dus een krant gemaakt. Het is ongelooflijk cool om dat nog eens te zien. Wij mochten toen bij school ook een letter leggen van onze eigen naam. Ja, vond ik echt heel fijn. Fijn om dit nog eens in het echt te zien. Ja, dit heb ik zelf niet meer gekend. Maar dit is dus het oude testbeeld of titelkaarten. Ik had dat allemaal elektronisch, maar dit is ook wel super gaaf om te zien. Schoffeld worden. En dat geeft de ogen om
Ja, Tetris. Een van de eerste spelletjes die ik ooit kreeg. Elke tweede, want het eerste spelletje was Super Mario. En ik had een rode Game Boy die er eigenlijk hetzelfde uitzag als deze. Ja, heel leuk om, om nog eens te zien. En hier hebben we Pikachu. Pika, Pika. Yes, all clear. Okay, waar gaan we? Oh, nee, niet meer. Hou je vast. Ah. Ah. Ik ben voor je. Kom op. Waar zijn ze? Zijn ze kwijt? Ja, hier is een filmset en hier kunnen we net ook een film maken. Een soort achtervolgingsscène hadden op deze set. Met een auto en politie en zo. Echt wel gaaf. Trouwens, leuk om te zien, het theater is de Kinepolis. Hoe grappig is dat? Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Ja, blijkbaar zijn hier ook verborgen schatten. We dachten dat we rond waren, maar dat is dus niet. Want er zijn nog twee ruimtes die we nog niet gezien hebben. Eén zou over de toekomst gaan van media en één zou kostuums hebben van tv eigenlijk. Dus of van theater, ik heb eigenlijk geen idee. Maar ik vind het wel cool. Ik vind het nu al leuk, zou Sinterklaas zeggen. Ja, de lift is eigendom van Flash uit Zootropolis. Dat gaat echt super snel. We moeten op 7 zijn en we waren net op welke? 4. Op 4. We zijn dus nu op 5. Ja, dus we zijn nog wel... Het is wel leuk om het museum zo eens te zien. Keileuk. Ik denk dat we er bijna zijn trouwens. Allemaal influencers. Ja, we zijn er. We hebben hier de jurk van Sonja Barend, ontwerpt door Frank Govers. We hebben ook de jurk van Anne-Sien Steenhuizen, gemaakt door Hanna Suurland. En de helm van Willempie, nee, dat is de helm van Theo Komen. Dus, het had ook Willempie kunnen zijn.
Dus kijk, we hebben hier ook nog iets anders. We hebben hier ook nog een pak. En dat is van Mies Bouwman. Dat is echt wel een icoon, hè? Mies Bouwman. De jurk die we net zagen, dat is dus deze. Deze jurk is duidelijk een vrij nieuwe, want het is van het NOS-journaal uit 2017. Ja, geen idee wie dit is, maar daar hebben we dus wel de helm. Zo, dit is de jurk van Nicky. Nicky de Jager, die het Eurosong presenteerde. Ook wel bekend als Nicky Tutorials, bekende YouTubester. Dus ja. Bijzonder wel om te zien. Ja, dit zijn dus echt wel dingen, kleren die ik ken. Dit zijn kleren uit Puck en de Pettenflat. Dit is het pakje van Puck. En dat is de dochter van mevrouw Helderder. Dus dat is wel kei leuk. Je ziet er ook beelden uit de film. Dat is echt wel gaaf om het echt te zien. Dat ik niet ken. Blijkbaar de outfit van... Jack van Peter Kelder. Geen idee. Dit ken ik natuurlijk wel. Dit is het pakje van juffrouw Minus. Uit Minus. Kijk daar. En daar hebben we een outfit van Dylan Hagens, met een collega. Met een Limburgse collega. Echt een goede YouTuber trouwens. Zie je het hier? Ik heb geen idee wat dit is, maar het zou zo uit een superheldenfilm kunnen zijn. En dit zou uit Austin Powers kunnen zijn. Twee films. Het is het broekpak en de laarzen van Jeremy Kaagman. En even kijken. Het kostuum van Splinter Shabbat. Oké, gaaf. Oh, maar dit ken ik wel. Dit is de jurk van Tante S, als ik het goed heb. En ik zie hier ook iets van André van Duin. Ja, daar ben ik fan van, hè? Ja, de Pizza Man. Ik hou van pizza en ik hou van André van Duin. Je ziet hem hier ook in de show, André van Duin. En hier hebben we ook nog het Teletubby Po-pakje van Bart de Graaf. Leuk weetje, Bart de Graaf heeft dus ook in een aflevering van Samson en Gert gespeeld. Bart de Graaf was de baas van BNN. Dus wel heel bijzonder. Maar dit vind ik natuurlijk wel het allergaafste. Dit zijn dus de kostuums van Van Kooten en de Bee. Als ik het goed heb, zijn dit zo'n beetje komieken van vroeger. Die fake nieuws hadden en zo, van dat ze overleden waren of zo. Ik herinner me daar wel iets van dat verhaal. Was allemaal niks van waar. Het zijn gewoon twee acteurs, hè. Maar die hadden het land helemaal liggen gehad. Zo, dit was ons bezoek aan het Museum van Beeld en Geluid in Hilversum. Ik vond het echt heel leuk om het te doen. Nu, het museum is vooral gericht op Nederlandse mensen. Mensen die echt alles gezien hebben natuurlijk van de Nederlandse televisie. We hebben heel veel gezien, maar niet alles. Dus ja, alles begrepen we ook niet. Ik vond het leuk, maar wat ik spijtig vond, de dingen die ik extra leuk had gevonden, zoals originele decors, props en zo, die horen niet bij dit museum. Die kan je wel bezoeken, maar die... Ja, nu niet. Ik kan ze nu wel bezoeken, maar ik heb er nu geen tijd voor. Je hebt ook een rondrit langs alle studios hier in Hilversum, waar dat je misschien ook wel bekende mensen ziet. Ja, dat kon ik natuurlijk ook niet doen. Het is misschien leuk om hier nog eens terug naartoe te gaan komen en alles te doen. Ik kan het jullie alleszins aanraden als jullie in Nederland zijn. Het ligt ook niet zo heel ver van Barneveld, dus als jullie misschien naar 40, 45 gaan, dan kunnen jullie ook misschien naar hier komen voor een leuk dagje in het museum. Ja, tof. Goed, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als het zo is, steek dan zeker jullie een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Daag!